Oké. Ja, klaar? Ja. 1, 2, 3, daar gaan we. Even wachten, als ik aftel. In 5, 4. Hoi, ik ben Patricia Snijders, eigenaresse van Kooksio Koken aan de Markt in Geert aan den Berg. En ik ga een lekkere salade voor jullie bereiden. Vandaag ga ik maken een Oosterse salade bestaande uit Little Jam, komkommer, rettig, bosuitjes, mango, een lekkere Oosterse dressing en daarbij een gefrituurd schaaleitje. Het eitje heb ik even gepaneerd met wat panko en sesam, maar eerst 4 minuutjes kort gekookt zodat die dadelijk lekker uitvloeit over de salade. Om te beginnen ga ik eerst mijn groenten voorbereiden. Ik ga de groenten snijden. De komkommer en de rettig snijd ik op de mandoline aan mooie lange linten. Hierbij moet je wel een klein beetje opletten dat je niet uitschiet. Daarbij in je vingers snijdt. De mandoline is een handig apparaat hiervoor. Je kunt natuurlijk ook lekker met een mes snijden. Hoeft ook niet per se in lintjes te zijn. Maar het eet dadelijk wel leuk en voor de presentatie op het bord zijn die lintjes ook erg leuk. De lintjes vang ik op in een bekken. Ik heb hier de komkommer. Ga ik verder met de rettig. Deze heb ik niet helemaal nodig. Rettig is een harde groente, familie van de radijs. Klein beetje pittig. En ook erg lekker om te verwerken in een salade. Van de rettig doe ik er iets minder bij, zodat de salade niet te pittig wordt. Zo. Nou, dan ga ik verder met mijn bosuitjes. Let met de bosuitjes altijd even op dat je het kontje ervan afsnijdt. En kijk eventjes of er toevallig geen droog stukje aan je bosuit zit. Nu zijn dit hele mooie bosuitjes. Maar anders zou je de buitenkant er op deze manier vanaf kunnen halen. Nou, dan ga ik de bosuit fijn snijden. Let goed op je vingers. Ik gebruik in dit geval eventjes alleen het wit. Dan kan ik dadelijk nog een beetje groen snijden om over de salade heen te strooien. Dan ga ik verder met mijn mango. De mango zal een frisse tint geven aan de salade. Ook een klein beetje zoetig, maar lekker dadelijk bij de licht pikante dressing. Ik snij eerst de koppen kont ervan af. Daarna snij ik rondom de schil weg. Dit is een lekkere rijpe mango, dus je moet ook goed oppassen dat je niet uitschiet met je mes en met je vingers. Nou, de mango is bijna schoon. Dan haal ik even de schil weg. Snijd hier even via de zijkant twee mooie plakjes af. En deze plakjes snij ik dan ook weer in de lengte, net zoals de komkommer en de rettig. Zo, in de bekken erbij. Nou, om die salade lekker te maken, hebben we een dressing nodig. Een hele simpele dressing, bestaande uit sweet chili saus. Zoete sojadressing. Een beetje pikoman. Ook wel bekend van de lekkere sushi. Om er een zuurtje aan te geven, maar om het ook een beetje zoet te houden, pak ik sushi azijn. En dat meng ik even goed door. Dit mengsel goed gemengd is, ga je er als laatste olie doorheen doen. Een kopje door. Rustig toevoegen. En natuurlijk even proeven. En je kunt het altijd pittiger maken of zuurder. Maar hij is precies goed zo. Om nu de salade mooi te gaan maken, ga ik de Little Jam schoonmaken. Ik snij het kontje ervan af. Ik hou die bladeren mooi grof. Die doe ik ook bij de rest van de salade in het bakje. Zo. En dan wissel ik alles even met de hand door. Om er nu voor te zorgen dat die salade niet gelijk helemaal bruin wordt, ga ik de dressing pas op het bord toevoegen. Maar dan kun je dit al wel leuk op bord neerleggen. Pak je voor een mooi wit bord. Dan komen de kleuren beter uit. En leg het geheel zo neer dat het dadelijk
net lijkt alsof het een beetje omhoog klimt. Dan lijkt het net alsof het wat meer volume heeft. Maak er een mooie toef van in het midden. Klein beetje meer mango erbij. Niet alleen lekker, maar ook mooi voor de kleur. Dan heb ik de basis van mijn salade al klaar. Ik moet hem natuurlijk nog even lekker maken met de dressing. Hier vanuit het midden. Lekker rondom. Nou, dan heb je in principe al een hele lekkere salade. Hierbij zou je lekker kippetje kunnen serveren of een stukje gebakken zalm. Maar vandaag maken we het vegetarisch met een mooi gefrituurd eitje. Zoals je ziet, mooi witte sesam eromheen. Leg deze bovenop. Wat het dan echt een feest maakt, als je aan tafel komt, snij je hem open. En dan zul je zien dat het ei heel mooi uitvloeit. Eet smakelijk. Tot ziens. Goed gedaan hoor. Ja? Super, ja. Nou, laat eens even terugkijken dan. Dan gaan we kapot leggen. Even kijken hoor. Play, hoe werkt het ook weer? Het maakt alleen fouten tussendoor, zoete soja. Pressing. Ja, had ik gezien, ja. Hoort. Ja. Dus moet je eigenlijk nog een keer, hè? Nee. Is nodig, ja.